In onze showbiz-update van vandaag hebben we het over Willy Sommers. BV's en hun trouwste dierenvrienden, repetities en jawel, vandaag is het ook weer ergens feest. Welkom bij de showbiz-update. Willy Sommers en zijn zus Vivian vertellen in Primo over hun jeugd samen. Willy zong destijds in een band. Als er aan Vivian gevraagd wordt of ze ooit verliefd werd op een van die bandleden, antwoordt ze overtuigd. Nee, maar Willy werd wel verliefd op een vriendin van mij. Later viel Vivian wel voor een van Willy's vrienden. Ze trouwden er uiteindelijk zelfs mee. Als je Instagram gisteren opende, heb je het zeker voorbij zien komen. Heel veel mensen plaatsten een foto van hun huisdier. De Instagram-sticker Will Plant One Tree for Every Pet Picture ging viraal. En daar deden BV's ook aan mee. Zo deelden Nono Wouters, Julie van den Steen en Junior Plankaert hun trouwste vrienden. De trouwste vriend, maar ook de man van Karen Dame, is vandaag jarig. Anthony van der Wee wordt vandaag 42 jaar. En Lotte van Wezemaal is goed op dreef. De seksuologe bereidt zich momenteel heel hard voor het programma Dancing with the Stars. Op Instagram deelde ze foto's van tijdens de repetities. Die gaan blijkbaar heel goed en met haar danspartner lijkt het ook goed te klikken. Benieuwd of ze het binnenkort zal waarmaken op de dansvloer. Mij zie je morgen weer met meer updates. Vergeet ondertussen zeker niet onze app te downloaden, zo blijf je altijd en overal op de hoogte.